Hazelaar? Hazelaar. Oh ja, de hazelaarkatjes bloeien al, hè? De katjes, maar ik zie dus nu voor het eerst een mannetje, vrouwtje. Oh ja, een vrouwtje. Ja. En dit kijk, is het vrouwtje. Het bloeien, die... uitzonderlijk vroeg. Oh ja. Ja, maar Wim, als je dit hebt over voet, deze zit nog echt in de kop. Ja, ja, hier om het hoekje, daar staat hij al helemaal prachtig vol in bloed. Hier om de hoek staat een hazelaar, die is al helemaal goed. Dit is een van de laatste stukken van New Wolf die zijn aangelegd. En dit is zeg maar eigenlijk een soort, soort afronding van de inrichting van New Wolf. Het is deze heuvel geweest. Het is een beetje een, een kunstzinnig object ook geworden. En, maar je hebt hier wel een heel mooi uitzicht. En daarom ga ik ook hierheen, want je kunt hier ook goed zien de A12. En de A27, die zie je niet, niet meer, maar je hoort hem wel, ja. En daar, want daar, daar is het spoorviaduct en dan nog verder heb je de A27. Een half meter naast jou, dat is er ook een volgens mij, daar. Ja, die. Maar wel oh nee. Oh ja, 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 je hebt gelijk. Gelijk, ja. Reënsporen. Oh ja. Die zijn heel duidelijk. Ja. De provincie Utrecht gaat nog 1500 hectare aanleggen. En wat je hier in Houten had, dat was dan nog iets van ecologische verbindingszones langs de rondweg. En dat zou ook op Nieuw Wulven aansluiten, van hier naar Amenesweert. Dat gaat allemaal niet door, er komt geen aparte inrichting voor die zones. De natuur moet zichzelf redden. Dus dat is dan wel jammer. Maar ja, het geluk is dat Nieuw Wulven als zodanig al af is, ingericht is, niet meer aangekocht hoeft te worden. En dat blijft gewoon. Ja.